Wat was het idee eigenlijk voor je van deze poeren? Hoe doe je dat? Nou, er komt een brug op, toch? Ja, een brug. Vroeger hebben ze daar die boten mee geladen en gelost om in de molen te komen. Oké. Okay. En deze die lachen niet. En die moet nu ook terugkomen. Het is een beetje zoeken, maar... Echt geselecteerde steentjes ertussen? Nou ja, je hebt een hoop lengteverschil en dikte. Het is van alles wat. Maar ja, de voeg moet zo klein mogelijk. Dus dat is dan even zoeken. Ja, ja. We gebruiken er dan geen potlood cement voor. Dit is kalkspecie. Er zit helemaal geen potlood in. Is het allemaal sterk genoeg? Ja. Het duurt alleen iets langer dat het hard is. Waarom zet u dat zo kruislinks? Voor de sterkte waarschijnlijk. Ja, zo om een verband in te krijgen. Oké. Okay. Dan houdt het hele potje elkaar vast. Hoe hoog worden deze? Deze worden ongeveer een halve meter. En dan komen die dingen erop. Dat wordt dan opgehouden. Tot de hoogte van de molen. Oké. Okay. Ben je de pinot aan het zoeken? Hoi. Vanaf is het open. Dat komt er eentje alweer. Komt dat op Kesper te staan? Ja, gewoon op een Het beton. Dus wat zie ik? Jullie gebruiken de roeders? Ja. Die komen uit 1887. En je moet even op stelling filmen en er staat een blonde schoonheid schilder. Een schilder? Blonde schoonheid, moet je er even naar kijken. Ja, ja, dat is goed. ...1887. Mooi, hè?
Zo, teer erop. Hey. En greffel erop. Ja, mooi hè. Prachtig. Glij je niet meer uit? Nee. Helemaal nieuw. Het waait behoorlijk hè? Ja, lekker. Hoeveel wind denkt u? Een droge maat, een dikke 4 hoor. Een dikke 4? 5. Nou lijkt je echt een molenaar. Of deze krijgt dat altijd. Moet je kijken hoe mooi. Het is toch prachtig. Heel mooi geschilderd. Nou, Pim is ook weer terug van vakantie. Er zit een mandarin in deze plaat. Even voor de duidelijkheid, een mandarin. Dat is een zin die zo onduidelijk wordt uit. Wat ben je aan het maken, Pim? Ah, en wat ben je nu aan het maken? En wat wordt die dan? Het topbalgedeelte. Ja. En dit heb je van de... De oude molenroet. Ah. Over ging. Hergebruik. Je weet het misschien wel, Jimi Hendrix. Hij leeft niet meer. Toch eigenlijk wel een soort van rock and roll dood. Onderweg hier bij Arrow, Chris Isaac, The Clash. Weet je, ik wil mij de hele dag wel luisteren. Werkt het naar wens? Ja. Dat is mooi. Ja, op zich, zonder die contragewichten krijg je hem ook wel open. Maar ja, de meeste vrijwilligers hier die zijn ook geen 20 meer. Nee, precies. Het lijkt wel een juk. Ja, is het ook. Goed gezien. Twee emmertjes water halen, hè? Nou, dit bedoel je? Ja. Nou, op het voorbeeld wat we hadden, die foto. Ja. Daar hadden ze zo'n schamel van een boerenwagen gebruikt. Ach, precies. Dus dat ja. Heb ik gewoon maar nagemaakt. Voor een paardenstel. Ja. Ja, want ja, het lijkt ook een beetje op een jurk. Ja, die had daar twee schouwers erop, weet je, dat je het makkelijk kon dragen. Ja, even langer en met een leuke meid ertussen en zo. Ja, met de baaier ook. Ja, dat is onwijs, hè? Maar je ziet het, ik heb het... En dit is klaar. Ja. De finishing touch. En het is een combinatie van stokkelen materie en...
En karbeleem gewoon. En karbeleem. Nou, dan zal hij voorlopig niet rotten. Daarom. Jongen, dat droogt zo snel in dat spul. Prachtig. Het zijn de lange schoren zeker geweest, Paul? Klopt. Dat klopt, ja. Ik denk, ik zie er een veetje in en al hout wordt weer gebruikt. En er wordt een roede gebruikt. Mooi, hè? Een roede. De lange schoren, alles wordt hergebruikt. Ik denk dat er eerst molenbouw was en toen scheepbouw. Maar tegelijk, het ging gelijk op.